gaan we op vakantie. Alle is de vakantie. Hoe leuk! Kijk eens! Kijk eens! Oké, we zijn geland. Yay! Yay! Daar zijn ze! Hi! Wil je zwemmen? Ja. Hoe heet hij ook alweer? Sora. Heaven. Nee. Heaven! Het wordt niet bruin als mam. Gaan we zonder bankje thuis. Ons laatste dagje is ingegaan in Marbella. En ik ga jullie nog even ons huis laten zien. En dan hebben we het zwembad. Heerlijk. How nice is this view? Welkom bij een nieuwe vlog. Ja. Wij zijn Rock en Lydia. En wij zijn samen op vakantie geweest en daarvoor missen we elkaar nu zo, hè? I'm coming. Coming. Van ja. Coming. We zijn wel helemaal in thema in het crème allebei. Ja. We zijn helemaal afgesproken. Nee. Ah nee, wij zijn in het grijs vandaag. Zo? We zijn ook in het grijs. Nou. Welkom bij weer onze nieuwe vlog waarin we jullie eigenlijk alles zien over onze vakantie met onze familie in Marbella. Tot ijsjes kopen samen, tot lekker winkelen, strand. We gaan jullie ook het hele huis laten zien wat we hebben gehuurd. We zijn met de hele familie heen gegaan, we hebben zoveel mogelijk content gemaakt. Dus blijf abonneren, duimpjes omhoog Roek. Toppie, doe maar toppie. Duimpjes omhoog. Ja, duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. Dat doen ze nu wel hoor Roek. Wat ze nu weer doen? Love duimpjes. Koffers inpakken voor de meisjes. Hier ligt Lima. Ja, dat weet. Lima is een schoonmans. We hebben hier alle zitjes gemaakt. Hier alle schoenen. Nou, het is één chaos. Dus ik ga nu maar beginnen. Gaan we op vakantie? Gaan we op vakantie? Ja! De allereerste vakantie. De allereerste vakantie. Zo, ik ben gepakt. Ik heb ook een sleepy head mee. Want dat is haar leven. En ik weet niet of het als handbagage mee mag. Dus voor de zekerheid, hè? Lima, gaan we op vakantie? Hi! Is alles leeg? We hebben even alles leeg gemaakt. Want onze nieuwe vloer komt erin. Ik ga je pakken. Ik ga je pakken. Wat een werk. We zijn klaar voor de vakantie. Livia is going mad. Hallo. Oké. Kukkeboe. Lekker hè, dat alles weg is. Dat is niet op, dat is een tijger na. Zo, we hebben alles uitgeruimd. Nou wij, Kel en Jaime, schoonpaps met Jaime. We hebben onze koffers gepakt, want wij gaan morgen op vakantie. We krijgen een nieuwe vloer terwijl we weg zijn. Dus we hoeven ook niet ergens anders te slapen. Dat is wel echt top geregeld. Deze vloer is gewoon helemaal niet goed gekookt. Kijk, al die krassen en vlekken wat we er niet meer uit krijgen. Dat is kijk wel erg. Dus wij krijgen PVC, toch een Hongaars punt. Wat we in eerste instantie gewoon wilden. Dus we moesten eigenlijk gewoon naar ons eerste gevoel luisteren. Maar goed, hè. Dus de laatste keer bedoel ik dat het zo is. En als we terugkomen, PVC vloer krijgen we overal zwarte plinten langs de muren. En dan komt eindelijk volgende week van Twin Doors onze deur. Na heel lang wachten hebben we eindelijk gevonden een bedrijf die onze deur kan verwezenlijken. Dus heel benieuwd. Oké, wij zijn onze koffers aan het inpakken. Dit hield die van Wianne gekregen voor in het vliegtuig. Dit is toch even een zootje. Voor Rocket daarentegen hebben Mike en ik alles helemaal netjes gekocht. Allemaal Reinders outfitjes. Ik heb elk setje eigenlijk matchend met een bucket hatje. Heel veel linnen. Ik heb een Burberry zwembroekje met een Burberry muts. Een panter zwembroekje met een panter dingetje. Allemaal matching outfits. Te veel. Rocket, die zijn we daar aan het eten. Dat is een sushi, maar voor iedereen dat hoor ik. En dan heb ik nieuwe rompertjes gehaald voor just in case. Dus voor Rocket is alles klaar. Alleen voor mij en Mike nog niet. Ik heb wel prachtige nieuwe koffers, al zeg ik het zelf. Helemaal bij mijn interieur van Adler. Vind ik echt enig. En we hebben dus twee koffers. En dan, nou ik ben even aan het dweilen. Staat hier ook nog een koffer met allemaal nieuwe Reinders collectie. Woehoe! Dat gaat ook mee. Mama heeft zichzelf opgeofferd om één koffer te delen met papa, zodat deze hele koffer mee kon. Tot er maar één koffer per persoon. En het is echt madhouse hier. Ik ben allemaal bikinis aan het zoeken. Ik lig allemaal op de grond. Maar goed, we are ready to go on vacation. Rocket is klaar voor vakantie. Dag, zeg maar hola. 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 Marie, voor mij, hoe is mijn vloer geworden? Mijn vloer is echt
Amazing. Ja, dat was top. Want toen je op vakantie was, is jouw vloer gelegd. Ja, dus je hoeft niet ergens anders te slapen. Want je moet natuurlijk Evelien eerst elektriseren, droogtijd. Ja, die vloer is er zo vreselijk aan toe dat het droogtijd veel langer was. Aangezien ze het echt extra moest egaliseren. Het is natuurlijk nooit een opperlaag opgezet. Nee. Dus we hebben nu PVC hoogglazen punt. In de volgende vlog zie je helemaal hoe ons huis is geworden. Dus ik hou het nog lekker spannend. Oh, maar het is echt heel erg mooi geworden. Dus in de volgende vlog zie je veel meer van Mary Durk. Ja, wij zijn net thuis. En de vakantie hebben we zo veel materiaal dat we dat lekker naar volgende week verschuiven. Koffers in pakken, koffers in pakken. Ja, we hebben collectionen. We hebben ook nieuwste koffer van Antler. Die waren ook echt top, want die waren heel bol. Die kon nog een extra rits uitdoen, waardoor er nog meer kleding in paste. Dat is helemaal perfect en voor ons gemaakt. Dus dat was echt heel top. En we hadden de nieuwste Rijns collectie ook mee. Dus daar hebben we ook foto's mee gemaakt. Ik in het roze, in het nude. Of course, het nude. We hebben echt een super gave zomercollectie. Hoogzomer. Very nice. En een tip van de sluier. We hebben het ooit heel lang geleden gehad en het is back. Ja, yeah, it's back on track, girls. Because of the demanding of these styles. Yes, we have put it back. Nou, we zijn wakker. Rok is gewoon vrolijk, zoals altijd. Zolang je zijn laarsjes maar aan mag. Mike daarentegen moet het nog even allemaal. En ik moet zeggen, ik ben helemaal ready steady in mijn rokje zet. Rok. Rok. Heb je er zin in? Ja. Ja, hè? Gaan we in het vliegtuig? Woe! Ja. Rennen. We gaan in de auto. Oftewel, vliegtuig. Kijk. Woe! Yes. Rocket! Kijk dan! In het vliegtuig. In het vliegtuig. Huh? Oh, er gaan allemaal mensen in de lucht. Rok, vind je het leuk? Vind je het zo leuk? Auto! Ja, is allemaal auto. Eigenlijk is het een vliegtuig, hè? Eerste keer op vakantie. Ja. Ah, we zijn klaar. En Lima slaapt gelukkig voor mij. En Liv wil alleen maar naar Rok. We wachten nu op de koffers, hè? We zitten lekker. Ja. Rocket zit lekker. De bananensnoepjes. En Marie, Jaime, Olivia en Lima zitten in een ander vliegtuig. Want die zouden eerst niet meegaan. Maar die krijgen toch? Daar wachten we ook even op. Oh, Mika. Kom dan. Kom ook. Yay. 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 Goed zo, Rock. We gaan landen. Je bent heel lief geweest, hè, Lima? Zo lief. En Olivia en Jaime. Rocket. Liv. Dit was jouw allereerste trip met twee baby's weg, überhaupt in het vliegtuig. Ja, Livia is natuurlijk midden in corona geboren, dus ik ben eigenlijk nooit met haar op vakantie geweest. Wel kleine tripjes gewoon in Nederland, maar nooit echt weg met het vliegtuig. Dus zij vond het echt heel leuk, ze hebben het mega goed gedaan. Alleen, het is geen vakantie met kinderen. Dat had ik even onderschat. Geen vakantie? Nee, ik was de hele dag met Lima bezig en jij met Livia. Als je dan één kindje hebt, dan wist je het nog af. Ja, is waar. Hè? Ze is ook te klein en zij is nog net te klein om haar alleen te laten. En zij is helemaal... Mama! Ja! Ze hebben ook vakantie geweest, Livia. In het vliegtuig, hè? Maar ze hebben het heel goed gedaan, hoor. Ze vond het heel gezellig met iedereen. Maar nu zijn ze helemaal uit het ritme, helemaal naar de fuck you. Ja, dus, jouw kinderen wel. Rock heeft er echt helemaal niet van. Dus ik heb echt 3 dagen lang huilende kinderen gehad elke dag. Dus nee, dat is niet leuk. Maar ja, dat hoort er allemaal bij en iedereen heeft het. Dus het was wel echt de moeite waard. Absoluut geen spijt. Het was zo schattig. Wij dachten dat we in hetzelfde terminal kwamen. Dus Maria had tegen Livia gezegd, je ziet Rock zo. En ik had tegen Rock gezegd, je ziet Lilo zo. Want hun vlucht zat al vol. Dus wij vlogen met een andere vliegtuigmaatschappij. Want eerst was Marie aan het twijfelen of ze wel meeging met 2 kids. Uiteindelijk toch gegaan. Ja. Dus daarvoor waren ze zo excited toen ze elkaar zagen. Want ze hadden elkaar dus niet bij de terminal gezien. En hoe ouder ze worden, hoe hechter ze inderdaad zijn. Livia roept echt de hele dag Rocket en Bel. Maar ze roept Rock en Bel. Ja. En Bel is natuurlijk iets jonger, dus maar die gaat nu echt lopen en heeft echt interactie. Dus nu is het echt een trio op them. Zie je nu echt het leeftijdsverschil wordt steeds minder. En het wordt gewoon steeds leuker. Steeds leuker. Ze kunnen nu alle drie lopen en zeggen wat ze willen. Rocket!
Ze waren allemaal 5 uur 's nachts wakker naar Livia. Niet allemaal. Grapje. Nee. Want Livia wilde zo graag naar Bel en Rock dat ze gewoon niet heeft geslapen. Nou, ik denk dat ze allemaal wel hadden. Rocket werd ook eerder wakker dan jullie dit. En dan gingen we naar de woonkamer en toen waren we er af en toe ook nog niet eens. Nee, dus we waren gewoon heel erg excited om elkaar te zien. En Bel ook. Bel werd ook wakker. Pikkelbaar en moe. Ja, maar het was wel echt waanzinnig. Livia, zijn we in Mabel, ja. Rustig, Livia. Je gaat echt in de snelmodus. Voor je kijken. Livia. 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 Wat zie jij daar? IJs. Kijk nou, hoe beeldig. We zijn bij het sinaasappelpleintje. Oh, zo enig. Proost, ja. Proost, zit lekker aan de ijs. Lekker, hè, jongens. IJs. Ja, schatje. Hallo. Hi. We hadden geen beker voor Livia, dus dan maar in Lima de kar, hè. Wel zit te kijken en die denkt, ik wil ook het ijsje hebben. Woe, 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 woe. Papa gaat mee dansen. Woe. Wij zitten heerlijk bij Chiringuito. Ik heb een bikinietje aan, want ik een Ibiza heb gekocht. Geen idee. Lekker zeg. Goed gedaan, sister. Goed geregeld. Kijk hoe mooi dit is. Zo, kijk nou. Look how pretty. Goals. Dit moeten we later ook zelf hebben. Oh, ze hebben ook een winkel. Nou, dat is helemaal leuk. Dat we elke dag heen gaan. Ja. Proost. Hoe heet die ook weer? Heaven. Nee. Heaven. Nou, ik kom er zo wel op. Maar het is heerlijk als je dus kleine kids hebt. Het is heel lang ondiep. Dat is echt super cute. Hoe heet het? Sotto Grande. Nou, het is echt amazing. Heerlijk met Rokje. Hè, Rokje? Rok is alleen heel erg verkouden, hè, Rokje. Maar goed, al met al, het is hier heerlijk. Ik zal het zo een beetje voor jullie filmen. Je hebt daar dus het restaurant. Je hebt hier allemaal lichtbedden. En hierachter ga ik straks filmen. Gaan de mannen straks. Wat ga je doen op zo'n, weet het? Surfing? Nou, in ieder geval, ik ga het zo filmen. Daar is Dani, Dramee, mama, papa. Kijk, het is echt heerlijk. Love it here. Zo, is die op? Bijna, hè? Bijna. Oh, dat is leuk. Wij liggen heerlijk bij La Sotto Grande. Dit is echt top voor als je kindjes hebt. Je zit gewoon echt wel 1 meter vanaf het aangelegde watertje. Lima ligt bij mij op schoot. Ik heb een burrataatje besteld. Giel ligt daar met Rok aan het slapen. En daar is Belly met Romein Daan. Nou, Livia is lekker aan het spelen. En mijn ouders liggen daar. En het voordeel van het naast hem is dat het gewoon echt heel lekker relaxed rustig is. En wij zijn heerlijk in de shadow. Als nieuw man op vakantie. Ik ben natuurlijk nooit met Livia ook op vakantie geweest. Je wordt niet bruin als mam. Because you're always in shadow. Hé, Lima? Maar goed, hè? Gaan we een zonnebankje thuis. Rok is wakker. Ga maar, Rok. Hij is wakker. Rok is wakker. Gaat hij eindelijk meespelen, Livia? Oh, thank you. Rok is wakker. Dan kan ze eindelijk weer met Bel en Rok spelen, hè? Oh, die mannen gaan iets heel aparts doen. En kijk, er komt een storm aan, sort of. Wow. 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 Auto. Daar gaat papa. Auto. Ja. Op. Op. Daar. Ja, papa valt weer. Op. Go drive. Boomba, 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 baloo. Boomba, baloo. Hi. Pa. Hi. From Holland, hè? Yes. Holland. 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 Holland.
Het was zo leuk vakantie met al onze familie. Ja. Ook onze familie die in Spanje woont, hebben we ook weer gezien. Dus ook onwijs gezellig. Na 10 jaar. Dus ik denk zeker dat wij volgend jaar weer terug gaan naar Marbella. Want we hebben best wel veel gedaan, maar ik heb niet van tevoren heel veel geresearched waar ik heen wilde. Dat vond ik een beetje jammer. Nee. En in Ibiza ken ik... Nee! Oh. In Ibiza ken ik alles op mijn duimpje, alleen in Marbella gewoon niet meer. Dus nee, het was onwijs leuk. Ook met Romee en Daan waren er dan al. Daarvoor waren zij niet bij ons in de vlucht, want die zaten al in Spanje. Ja. En we hebben echt gewoon heerlijk genoten van het strand, gelegen, gezond. Niet zo bruin als normaal gesproken, hè, met de kiddo's. Dat kan ook niet, die ligt alleen maar in de shadow. Ja. Met Lima. Ik lig ook alleen maar in de shadow, maar goed, hè. Alles voor kinderen. En de kinderen heb ik mega leuk gehad. Dus ja, dan gaat het om... En wij ook. Ik heb ook hartstikke leuk. Ja, ik ben niet uitgerust dat ik op vakantie ben geweest. Nee, jij was... Ja, jij hebt toen nog een baby. No. Maar ze hebben wel heel goed gedaan. Lima is zo lief. Steven, ben je goed aan het filmen? Ja. Oké. Goed zo. Kom maar hier. Mooi. Mooi. Kom maar. Oh, ga jij nu ook je telefoon zo houden, want mama ook zo houdt. Laila filmen? Ja. Ja. Laila filmen. Ah, oh, het ziet er mooi uit, hè? Hi. Zo, ja, goed zo. Oh, leuk. Je bent goed aan het filmen, hoor. Ja. Je bent heel mooi aan het filmen. Klaar? Nee. Oké. Kijk, we zijn dus maar bij je clubhotel. En het is zo mooi. Zelfs de asbakken hebben iets heel moois. Want je zei, ik moet je kijken, ik haat roken. Kijk hoe mooi. Bel is wakker. Oh, wat is het wakker dan. Ja. En we zijn nu bij Louis Vuitton en Marbella Club. Voor enig. Wij houden dus van al dat Spaanse. Niet voor thuis, maar wel voor hier. Hé, Rock? Hé, Bel? Ga je over? Hi. Hey. Hola. Nee. Vind je mooi hier, Rock? Vind je mooi hier? Ja. Even kijken. In de spiegel naar jezelf. Wow. Mooi is die tas, hè, van Bel. Bij mij mag je hem gewoon dragen, hoor, Rock. Dat is gewoon Bel en Rocket, hoor. Zachtjes, 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 zachtjes. Geef elkaar maar een box. Geef Bel maar een box. High five? Geef maar een box aan Bel. High five? Goed zo. Bal. Dat is een bal, ja. Klaar. Bal. Kom, Rock. Kom. Dag. Bal. Dag, bal. Oké, we gaan weer. Op pad. Dag. 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 Belly, belly, belly. Belly, belly, belly. Zo schattig. Ons allerlaatste dagje. Hey. We hebben hier al een goed keer gelopen. Zo loop je naar Chiringuito. Ik ga straks voor jullie het restaurant filmen. Het is echt enig. Het staat vandaag best wel veel wind, dus ik hoop dat jullie me horen. En daar loopt Mike. Die heeft net een nieuwe aankoop gedaan. Zoals je kunt zien. Oh. Nee. Alleen maar mama. Acteur. Oké, we zijn helemaal vol gegeten. Terug naar huis om de koffers in te pakken. We vertrekken morgen. Dan zijn we helemaal ready. Een lekker kippetje eten. Kids in bad, naar bed. En dan weer terug naar Nederland. Geen Porsche heen. Oh. Wauw, ik zou toch echt die gele kiezen. Rocket denkt nog steeds die 3 maanden is. Ons laatste dagje is ingegaan. In Marbella. En ik ga jullie nog even ons huis laten zien. Ja, yes, de deur. Ik ga je nog even ons huis laten zien wat we hebben gehuurd. Casa Orion heet het, van Real Estate. Ik zal even een tikje doen. Het is echt een super heerlijk huis. En ik zit onder de pukkels, as you can see. Because I eat chocolate every day. Nee, we gaan niet. Gaan we samen het huis laten zien? Kom. 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 Mama handje. Mama handje. Kom. Gaan we samen het huis laten zien, ja? Dit is dus de entree. Hier kan je je auto gewoon kwijt. Dan hebben we hier, ik laat het eerst wel buiten zien, een heerlijke barbecue met tafel. Hi, mom. Waar we de hele avond eigenlijk met de familie hebben gezeten. Then do we have the pool. Oh, you will take a look at Rocket. Dan hebben we het zwembad. Heerlijk.
Ik en Marie hebben daar foto's gemaakt van onze nieuwe collectie. En wij hebben hier foto's gemaakt. Dan hebben we hier nog een heerlijke zit. Hebben we ook heel veel gezeten. Echt een mega mansion. Oh, gadver, ik loop door het natte gras. Kijk dan, dit hoort ook nog allemaal bij ons. We hebben daar een zitje voor de slaapkamers. En hier nog een balkon. Ga ik nog even naar... Oh ja, watch the view. Dat is toch niet normaal? Hoe mooi. Dan gaan we eventjes naar de casa. Het huis filmen. Bij de douche. Het zwembad is zwart trouwens. Really love it. Hier hebben we heel veel avondjes gebarbecued met de kids. Dit is de entree. Oh, de deur is dicht. Mag ik weer boos maken? Nog gaan. Nee, ja, kom kijken. Simsalabim. De deur gaat open voor Julie en Rocket. Kijk, Rock. Oh, kijk dan, deze deur is toch amazing. Amazeballs. Oké, dan hebben wij de hal. Dat is niet zo bijzonder. Dan is hier de woonkamer. Dit is het balkon. Hoe mooi is dit uitzicht. How nice is this view. En hier beneden kan je dus ook nog helemaal zitten. En daar kan je dan weer omhoog. En dan kom je eruit. Hier is de kitchen. Gaan we filmen weer verder, Doc? Ja. Oké. Wat ga je laten zien? Auto. Welcome to MTV Cribs. We now show me your car. Nee. Deze slaapkamer, hier sliepen ik, Maaike en Rokje. We gaan zo laten filmen. Dan is hier de badkamer. Nee. En dat is de garage. De keuken. Hele mooie onyxplaat en alles is van Gageno. Very pretty. Dit ga ik straks even filmen, want het is nu nog een geno. Oké, dit is onze master bedroom. Hier hebben ik, Maaike en Rok geslapen. Slaapkamer. Van de master bedroom kan je dus zo naar dit balkon. Wat ik net liet zien. Ja. En dan is hier een supermooi bad. Met inloopkast. Bad. Spiegel. En dit is dan de douche. Mega douche. En de toilet. Dat is special. Vanuit onze slaapkamer ga je naar beneden. Daar heb je nog 4 slaapkamers. Dit was de slaapkamer van papi en mami. Dan loop je hier mooi door. Heb je hier een extra lounge zitje. Dan heb je hier een extra bioscoop kind of movie room. Dan hadden we hier nog een slaapkamer. Hier sliepen dan de kindjes. Echt mega groot. Dan hebben we hier nog een gym. Een very nice gym. Daar hebben Dani en mij nog gesport. Nog een slaapkamer. Hier sliepen dan Marie en Jaime. Met Limaatje. Nou, dan hebben we hier nog 1 slaapkamer. Hier sliepen dan mee en Daan. En hier heb je dan weer dat beneden. Dan gaan we dan hier door. En door. Kijk, je kan dus van elke kamer kan je naar buiten. Dat is wel echt een luxe, hè? Er staat een badmintontafel. Lustig hoor. Zeg maar pingpongtafel. Oh ja, pingpongtafel. Dus je kan van elke slaapkamer kan je naar buiten. En hier filmde ik dus net. Daar is dan weer de keuken en de master bedroom. En dan ga je eigenlijk zo naar boven. How pretty. En dan kom je weer boven uit bij de pool. Is toch een mega mooi huis. Dus hier hebben wij lekker vertoefd. Oeh. Dag. Nee. Kusjes, Bel. Dag, Bel. Tot morgen. Love you. Tot volgend jaar. Dag, schatjes. Tot morgen. Oké, wij gaan weer terug naar huis. Hé, Rok? We zijn nu aan het wachten om in te checken. Ik ben iets te vroeg. En Rok, die vindt het hier geweldig. Ik vind het dus hartstikke groot. Is heel leuk gehad, hè, Rok? Wat? Dood? Ja. Hij denkt dat het allemaal mieren zijn op de grond die hij heeft gedood. Ja, allemaal dood. Ah, zielig. Oh. Ja. Jullie begrijpen, Rocket zag dit koffertje en die moest mee. En ook stiekem ben je een beetje van mij, want hij is leopard. Hoe leuk is die? Kom maar, Rock. Kom maar. Rennen. Oh, Rocket, daar is onze koffer. Yay. Zijn koffers zijn trouwens prachtig genoeg. Ze zijn alleen weer beschadigd door de... trip. Maar zoals je kan zien is onze koffer het grootste van alle koffers. Kijk, klein, klein, klein. En daar is die dan. Wow, Rocket. Daar is die. Woehoe. En verder hebben we een huis samengehuurd. Met z'n allen zaten we in één huis. Hoe zijn we er eigenlijk op gekomen? Echt via Instagram, hè? Ja, we gegoogeld op House Orion. Toen kwamen we Real Estate. Ja. Via hun hebben we het ook gehuurd. Ze hebben mega mooie huizen te huren in Marbella.
niet per se voor, hoe zeg je, voor twee personen denk ik ook, maar meer voor familie, echt grote huizen. We hebben natuurlijk heel veel kamers nodig, ook voor de kinderen. Voor ja, een beetje, wij zijn natuurlijk met z'n achten en dan hebben we 4 kinderen. Ik moet ook doorgeven hoeveel cribs je hebt. Dan heb je 4 cribs en 4 stoeltjes voor kinderen. En dacht echt van, what the fuck. Ja, vandaar dat we dus echt wel een groot huis nodig hadden. En waarvoor geen hotel, dat vonden we toch dan minder gezellig. Omdat je dan toch niet bij elkaar allemaal zit. Nee. Dus toen zijn we op Huis Oriel gekomen. Het was echt superleuk. Echt, het was een heel mooi zwembad, een heel mooi uitzicht. Wij zijn in de avond heel veel nog op barbecue met familie en lekker buiten. Het was gewoon heel centraal in alles. Alles was een kwartiertje of 20 minuutjes rijden. Ja. Wel je stadje tot strand. Dus het was gewoon heel top. Dus wil je echt nog andere huizen hebben, zijn ook nog heel veel. Ook in andere buurten in Spanje. Ja. Moet je echt naar even een real estate. Ik zal het linkje eventjes hier aan toevoegen. En nu weer terug in Nederland kunnen we eindelijk onze nieuwste wintercollectie aan. Zoals je kan zien. We hebben hier echt maanden op gewacht. En het was veel te warm in Nederland. En we kunnen nu eindelijk elke dag aan. Wij hebben het ook echt elke dag aan. Nu hebben we het elke dag weer aan. Dus we gaan volgende week leuk, wat je in de volgende week vlog ziet, naar Amsterdam. Gaan we even nieuwe content maken. Klopt, ja. Want we kunnen eindelijk weer foto's maken. In een bloedhitte ga je geen foto's maken. Ja, dat heb ik wel gedaan, maar... Ja, maar toch gaan mensen dat niet dan kopen. Ik neem het zelf ook helemaal geen behoefte aan. En ik dacht nu de rookie set. Dat is echt een beeldig set. Ja, met shoulder pads. Met shoulder pads. Dat staat hier Reiners geborduurd. En Marie draagt de zipper set. Ja, de zipper cooler. Een one size trui met een hele leuke broek. En ik draag hem altijd hoog gesloten, maar ik kan ook gewoon helemaal naar beneden. Ik draag hem altijd open of shoulder. Ja, en ik altijd hoog gesloten. Dicht. Even Lima kijken. Ja. En Lima is alweer 3 maandjes. Alweer 3 maanden. Kijk ernaar. Hallo. Lima, en ze draagt de kleding van 6 tot 9 maanden. Maar ik vind het altijd een groot. Ja, wij dragen altijd, geef ze altijd oversize. En haar kamer gaan voorbereiden. Dus volgende week vlog zie je meer gewoon ons dagelijks. Ja. En ons kantoor gaan we ook weer. We wilden een office tour doen. Maar we gaan het nu weer veranderen. We zijn binnen een maand besloten om te verhuizen. Toen hebben we alles ingericht. Heel prachtig geworden. En nu denk ik toch dat we het toch weer even anders gaan doen. Ja, dat zal het personeelsplan zijn. Dat denk ik ook niet. Maar goed, het is uiteindelijk wel veel beter. Ja. Ik heb het al helemaal in mijn hoofd zo zitten. Ja. Dus dat gaan jullie waarschijnlijk misschien ook nog wel zien. Want we willen wel aan een minuut. En we gaan ons voorbereiden op de sample sale. Dat wordt mega madness. 26 oktober. 26 oktober. We gaan ook worden kwamen tot. We gaan het gewoon echt helemaal fantastisch aanpakken. Ja, en wij zijn natuurlijk elke dag zelf aanwezig. Maar die is er nu ook bij. Because I'm not pregnant anymore. Because she's not pregnant anymore. Modeshows, alles. We are back on track. We drukken 3 laatste maanden. Ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor het kijken. Deze vlog is mega leuk geworden van vakantie. Ook al zeggen we het zelf. Ik heb iets meer gefilmd, want Maria was dus bezig met de 2 kids de hele dag. Ja, ik ben blij dat ik met jij iets heb gefilmd. Maar ik heb meer gefilmd. Ja. Dus je zult mij iets meer zien in de vlog met de familie dan met Ja, maar ik was er wel bij. Zeker. Love!